Welkom bij de E3 vooruitblik van de Young Bloods. Of terwijl aka Team Zoet. Al is dat tegenwoordig gewoon niet meer zo. Nee, hè? Vroeger waren er zure oude mannen in een studio. En er waren hele zoete kinderen die de E3 versloegen sinds vanuit we niet meer mogen gaan. Dus dat is het. Sinds we niet meer mogen, sinds wij niet in L.A. zijn, zijn we ook niet zo zoet meer. Ik voel me dus ook alles behalve jong bloed, moet ik zeggen. En zoet. Voel je je zoet? Pretty zoet. Oké, ik dacht salty. Ik ben een zoete jongen. Jij bent een zoete, ja. Ik ben wel een zoute jongen, denk ik. En jij, Koos? Nou, ik moet zeggen, ik herken me in het beeld wat je hier schetst. Maar 2023 is zo'n fucking goed jaar. Dat is waar. Dus je moet gewoon hier ook zoet zijn. Muggen moeten ook altijd mij hebben. Dus dat, muggen moeten altijd mij hebben. Dus dat betekent voor mij is het de temperatuur van je bloed. Echt? Ja. Dan heb ik warm bloed. Warm bloed. Warmbloedig. Geil. Ja, precies. Ja. Wat? Geil. Vind je zelf? Vind je jezelf geil? Wel geil als je warm bloed, warm bloed hebt. Ja. Rare man ben je toch? Dat zeker. Ja, wat we dus gaan doen is dat we hier even terugblikken natuurlijk op de eerste presentatie die al is geweest. Omdat ze dat heel erg niet lang van tevoren hebben aangekondigd. En dan alle andere plek natuurlijk claimen. Dus dat doen ze altijd. Dus laten we daar ook gewoon lekker mee beginnen. We hebben het natuurlijk over Sony. De PlayStation Showcase. Die werd geheel in Sony's vrij arrogante soort van, we doen het volgende week wel. Want dan hebben we ons eigen momentje manier, werd dat even aangekondigd. En natuurlijk heeft de wereld gekeken. En wij ook. Het is wel mooi. Heb jij het überhaupt gezien? Nee, ja, ja. Wat was jouw hoogtepunt? Het was heel weinig voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dus dan, ik vond zelfs, ik was plucky, ze kwam voorbij. Dus ja, daar had ik heel veel zin in. Maar dat vond ik ook een beetje tegenvallen, deze trailer eigenlijk. Ja, omdat we het al kenden. Ja, en ik ook het idee dat het toch iets minder fantasie ging bieden dan dat ik van tevoren gehoopt had misschien. Ik heb het idee dat het één trucje doet en dat het veel meer Paper Mario was dan ik had verwacht. Ja, en het Spider-Man was wel aardig, maar het voelde heel erg als Uncharted 3 aan. Ja, ja, dat is precies mijn gevoel bij Spider-Man. En het kut is, dat was de uitsmijter van de PlayStation Showcase. Ja. En nu wil ik niet kut gaan doen over Spider-Man, want I fucking love Spider-Man. Spider-Man 1 was top, Miles Morales was top. Allee, hoe vaak gaat New York nog leuk blijven? Dat is een beetje mijn ding erbij. New York is gewoon een leuke stad. Maar ik denk dat ook de jungle in. Ja, precies. Naar Craven. Ik denk het niet. Volgens mij het enige wat ze nu tot nu toe hebben gezegd, we krijgen de boroughs, Brooklyn en ik weet even niet meer wat de andere was. Die krijgen we Queens, nu erbij. Dus, ja, Queens was het inderdaad. Ja. En dan hebben we iets meer een suburban setting. Ja, maar wat natuurlijk ook helemaal niet makkelijk webslinkt. Tussen gebouwtjes van 1 à 2 verdiepingen door. Dus ik denk hoe ze dat willen gaan doen. Een heel klein stuk gaat zijn. Ja, ik denk het ook inderdaad. Ja. Dat, Wat met was dit? Is van in hoeverre blijft New York leuk? Want Miles Morales en Spider-Man was allebei New York. En natuurlijk, Spider-Man is New York. Maar als we nu de wereld van de multiverse aan ons open zien gaan en zien wat er bijvoorbeeld Into the Spider-Verse gebeurt en dergelijke, er zijn toch veel toffere locaties te verzinnen dan nog een keer New York. Hey, zeg dat tegen elke gameontwikkelaar, dat ze eventjes iets leuks en origineels moeten doen. Ja, of gewoon dat lijkt heel moeilijk. Nou, ja, dat zou kunnen, maar ook ze hebben niks laten zien wat mij wegblazen. Ik ben ervan overtuigd van een steeds vette game en ik ga hem nog steeds spelen. Alleen het gaat niet meer mijn top 3 worden van het dat voelde jaar. Gewoon allemaal heel generiek. Alle de vijanden van dat heb generiek. Ik al sinds 1, hè. Dus het slingeren gaat leuk zijn, maar dat is altijd gooien, kan ik Miles Morales ook aangooien. Maar wat ze dan tonen was echt letterlijk een quicktime event ontstellen. Vreselijk. Dat was vreselijk. Meer niet. Ja, ja, nee, dat klopt. Dus wat was er nog meer? Want dat was dan de uitsmijter. Nou ja, gefeliciteerd iedereen. Het miste vooral verrassingen. Ik had gewoon gehoopt om, weet je, en dat is mijn hoop dan, toch iets met Jack and Dexter, al is het een remake, of een Days Gone 2, gingen natuurlijk hele stiekeme geruchten. Dat zou, Kina 2 misschien wel, weet je wel, gewoon zoiets. Gewoon zo'n klein pareltje. Dat was er ook. Het voelde allemaal heel Japans en dat is sowieso al niet voor mij. Snake Eater. Ja, die was natuurlijk aan Delta. Dat was denk ik wel echt, dat was ja, echt wel een hoogtepunt ook. Ja, maar geen gameplay gezien. Nee. Het was gewoon een CGI-trailer en ja, daar moeten we nog wel een paar jaar op wachten, denk ik. Twee jaar, denk ik. Minstens. Ja, minstens. Ja, ja, maar het wordt wel vrij recht toe recht aan qua remake. Nou, je wist ook al dat het ging komen, toch? Ja. Dus dan, ja, als het nou echt een verrassing was geweest, dan was het misschien wel. Als dat even, kijk, ten eerste Snake Eater is het slechts bewaarde geheim van heel de gamesindustrie gebleken. Want het is echt al heel lang bekend. Soort van bekend. En inderdaad, als dat een verrassing was geweest, was iedereen uit zijn dak gaan. Ja. Dan was deze showcase was top geweest. Maar ja, dat is het niet.
Nou, dan had het nog een lijpere hoogtepunt gehad, inderdaad. Kijk, maar, want... Ja, want nu hadden mensen... Ja, oké, dit wist ik. Nou, dat. Laat dit iets zien dan? Ja. Oh nee, ze laten niks zien. Alleen de titel. Nee, maar dat was van heel veel dingen natuurlijk. Heel veel games waren ook gewoon al bekend. En ze deden een beetje hetzelfde wat Microsoft ook een paar jaar geleden is gaan doen. En die zei van, we laten nu alleen maar dingen zien wat het aankomende jaar gaat gebeuren. En afgezien van Snake Eater, waar wij van denken dat het later is. Maar was het veel dingen die gewoon vooraanstaand zijn. En daar zat voor ieder wat wils tussen, maar inderdaad niks mindblowings wat we nog niet wisten. Nee, en wat gekke zijpaardjes die ze bewandelen met die Project Q ook ineens. Die handheld die naar het schijnt 3 tot 4 uur meegaat en alleen maar binnen hetzelfde huis gebruikt kan worden. Dus binnen dezelfde wifi omgeving. Heb je er echt geen ene dildo aan? Dan is die denk ik lang genoeg, maar... Nee, ja, maar ik heb ergens het idee dat zij dachten dat we gaan een hardware aankondigen, dat vindt iedereen leuk. En dat iedereen zegt, ja, maar je moet wel met lijpe shit komen en niet met dit. Het was heel weird. Het was alsof ze gewoon een PlayStation 5 controller precies door midden hadden gehakt en daar het scherm van de Wii in. Nou, dat vond ik ergens wel cool. Ja, het voelt bijna als die backbone. Ja. Ja, dat vond ik dan weer ergens wat cool. Maar het inderdaad gewoon, als het alleen maar streaming stuff is die je erop kan doen, in je huis in 3 tot 4 uur meegaat, dan heb je er echt geen ene kloot aan. Ik kan me voorstellen dat de use case is à la Wii U, want daar hebben ze het overduidelijk van afgekeken. Zo'n groot succes was dat jouw natuurlijk. Jouw vriendin, jouw oud... Nee, zeker. Jouw vriendin, je ouders, die hebben de tv nodig. Ja, ja, ja. Kan jij even toch over. Verder spelen. Ja, nee, fair. En dan is 3 tot 4 uur wel lang genoeg. Maar en dan is het leuk als het €120 kost of zo. Maar dat gaat het niet zijn. Nee, ik bedoel, daarom. Die normale controle is al €80. Precies. Weet je, de pro-controle is €200. Nou, plakken nog een scherm in het midden. Ja, nee, maar daarom. Dus dan is het ineens een heel duur grapje om eventjes als je moeder of je oma of je wie dan ook de tv nodig heeft voor Frikandellen TV, dat je dan ineens dat moet doen, wordt het ineens heel duur. Maar ik las ook ergens dat... Dat they were holding back. En ik heb niet helemaal meer wat de reden was. Gewoon omdat ze natuurlijk later, ze doen in september ook wel vaak van dit soort dingen. Of rond september. Ja, they were holding back. Ik vind dat strategische blunder. Want of de E3 nou doorgaat. Nee, maar of de E3 nou doorgaat, ja of nee. Het is een prestigestrijd. Nog steeds deze periode van het jaar. Het is niet voor niks dat wij ook groot blijven uitpakken. En we zagen al bij de PlayStation Showcase wel de 2000 concurrent viewers. Ja. Fucking nice. Tof dat jullie bij ons intunen. Ja. En dan wil je die shit claimen. En vooral, weet je, they're on top. En je moet die laatste doodtrap geven. Tenminste, in business, weet je. Dat, ja, maar ik denk dus dat ze daar toch een beetje huiverig voor zijn. Of wat dan ook. Dat ze gewoon zoiets zeiden van, we hebben nog wel wat andere coole dingen. Maar we hoeven niet. Maar waarom werd Ratchet & Clank niet getoond bijvoorbeeld? Want die komt nu naar de PC. 26 juli. Ineens vanuit het niets verschijnt hij op Steam. Maar ik bedoel, dat is een super vette game. En die komt nu naar PC. Nou, die had er toch wel eventjes bij gediend. Ja. Ja. En ik snap dat ze misschien willen focussen op PlayStation 5. Maar dit is tegenwoordig ook jullie brand, PC. Ja. De helft van de game een beetje dooddoener, toch? Een game die, twee, drie jaar oud alweer, denk ik, komt... Maar die hele persconferentie stond daar dooddoeners. Dan vond ik dit nog een van de betere dooddoeners, weet je. Ja. Maar ik snap dat ze willen focussen op de PlayStation 5, maar de helft van die titels stond al, komt naar PS5 en PC. Want bijna al die live service games komen volgens mij tegelijkertijd zelfs. Ja. Dat was die Splatoon wannabe show. Ja, hou op, man. De eerste 10 minuten waren alleen maar rip-offs. Bizar. Dat was echt inderdaad heel naar. Maar dan ook heel met naar. Nul eigen... Ja, niks leuks. Niks leuks. Nog één dingetje dan over Sony. Yep. Afgezien van dat ze misschien holding back voor later. En dat is misschien dan ook wel... Hebben ze nog wat achter de hand gehad over Summer Game Fest? Vast wel. Toch? Eén of twee trailertjes? Natuurlijk, want Kojima die zit er zo diep in bij... die visten elkaar elke week. Ik wou net zeggen. Jeff en Kojima. Hij praat zelf zo met hem, zo diep zit hij. Nou ja, Kojima, weet je, iedereen, ze hebben een joint naam nodig voor hoe vaak zij elkaars rekenen. Ja man, ze zijn nog meer een ding dan Brangelina. Precies, absoluut. Het is een soort van Brangelina. Die gaat daar komen, weet je, dat is een PlayStation titel. In ieder geval, hij wordt volgens mij ook uitgegeven door PlayStation en op PC volgens mij 5 of 5 games, wat het in ieder geval bij deel 1 was. Maar die gaat daar getoond worden. Ik bedoel, tuurlijk. We hebben al heel veel van die game gezien. Ja? Gezien? 2 trailers gezien of zo. Van Death Stranding 2? Ja. Dat weet je niet meer? Not in my reality. Ja, zeker wel. We hebben het zelfs nog over af en toe jouw geheugen, die laat je echt... Kan me dit ook niet herinneren hoor. Death Stranding 2 gameplay hebben we gezien. Nee, niet gameplay. Trailers hebben we gezien. Ik niet hoor. Ja, zeker wel. Wanneer? Met wat? Maanden geleden al. Waar?
bij een State of Play, volgens mij. En daar zat ik bij. Ik was live dat aan het verslaan, het, ja, State of Play. Nee, we hebben niet live de State of Play verslagen. We hebben het besproken in een item. Ik heb nog nooit iets van die game gezien. Zeker wel. Nee, ja, echt niet. Het is gewoon, ja, niet zo. Let maar op totdat je hem weer ziet en dat, oh ja. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Nou ja, in dat geval, dan zal hij wel langskomen. Maar over die show gesproken, dat is eigenlijk voordat Sony zei... Je kan je ook niet herinneren dat... we hebben letterlijk discussie gehad. Er is niet eens een Death Stranding 2 nodig. Het was perfect geweest als ze gewoon deeltje 1 hadden gelaten. Maar die discussie kan ik ook hebben gevoerd... zonder dat ik überhaupt trailers heb gezien. Dus nee, we kunnen het er misschien over hebben gehad. Maar wat werd er getoond in die trailer? Gewoon lijpe shit, je weet toch? Jij weet het niet eens. Er is niet eens een trailer. Ja, gewoon lijpe shit, je weet toch? Dat is een logootje. Nee, echt veel cinematics zaten erin. En op het einde echt een heel fucking groot apparaat nog. Echt heel weird. Ja, ja. Echt nog nooit van mijn leven gezien. Ja. Summer Games Fest dus. Dat was de officiële aftrap geweest. Naast onze eigen officiële aftrap natuurlijk Bar Weinig. Een echte Bar Weinig voor de aftrap van Bar Weinig E3. De periode van ons die gaat over alle presentaties. Wat maakt iets een echte Bar Weinig? Een echte Bar Weinig is dus dat het niet per se een E3 sausje heeft. Vijf maanden geleden. Ja, nee, ik nee, ik begon er wel te twijfelen iets aan de fucking sanity, dude. Ja, nee, maar dat hij er was, inderdaad, yeah. Fine. Maar dat ik de trailer heb gekeken, dat denk ik niet. Ja, ik denk dat misschien... Jawel, dit hebben we bij einde van de week. Misschien heb ik hem toen gepresenteerd en dat ik het dan niet weet. Maar dat is totaal niet relevant voor in dit item. Nee. Ja, zeker wel. Zeker dit niet. Was dus heel dit even goed voor mij. Uitgeknipt. Nee. Oh ja, dan kan hierin worden geknipt. Ja, ik kan alles zeggen als je even stil bent. Allemaal Death Stranding 2 b-roll over het feit wanneer je zegt dat die trailer er niet is. Nee, dat heb ik niet gezegd. Okay. Ik heb gezegd dat ik hem niet gezien heb. Dat is wat anders. Dat hij er is, b-roll over einde van de week live met Jelle. Maar dat hoop ik. Dat ik gewoon lekker zit te kijken naar die trailer. Maar ik denk het niet. Ik denk dat het met andere mensen was die einde van de week. Het was nooit een einde van de week vrijdag met andere mensen. Ik ga het jullie laten zien zo meteen. Na dit item. Laten we dit afsluiten. Ja. Waar was ik ook weer voordat jullie dit rudely interrupted? De Summer Show. Ja, dat weet ik. Oh, nee, bar wat weinig. Een echte Bar Weinig. Ja. Zet hem even op het totaaltje. Een echte Bar Weinig is een Bar Weinig die niet per se gaat over de E3 persconferenties. Maar dat is dat jullie je stuk gaan zuipen. Dat is, op woensdagavond. Op woensdagavond, inderdaad. En dan ben ik hier donderdag zonder kater. Jij bent er niet. Ik ben er niet. Wat? Wat? Ja, Hoe kan dat nou? Woensdag is mijn practice day. Jezus. Ja, en ik heb zo'n cocktail, man. Ja, maar ik had geen zin in een Bar Weinig. Nee, vind je gek? Het is woensdagavond. Precies. Niemand heeft zin in een Bar Weinig. Ja, jullie wel, want jullie gaan daar zitten met heel veel zin. Maar wat gaan en jullie zelf stuk zuipen en lollig doen. We gaan het alleen maar zuipen. Dat is het concept. Ik weet niet wat jullie hebben, wat JJ en Koos hebben bedacht. Maar er is natuurlijk een tof programma. Ja. Maar dat is dus een echte Bar Weinig gezelligheid. En waarin we de Bar Weinig E3 een periode is... Volg je het nog? Mm-hmm. Waarin we het hebben over de E3-project. Maar in een nog steeds gezellige barsetting. Aha. Dat is het thema van dit jaar. En de E3 is gecanceld, dus het is bar weinig. Precies. Ja, dat snapte ik. Dat is het idee. Zover was ik. Nou, there you go. Leuk concept. Dus we trappen het af met een officiële. En dan de rest van de maand is het soort van eenzelfde gezellige setting. Met misschien af en toe een cocktailtje en een biertje. Ik wil toch wel even een asterix plaatsen dat mijn idee was om die bar weinig op de vrijdag de voor te doen. Dat leek mij een uitstekend maar Boris idee. Maar daar niks van weten. Nee, dat was vandaag de geweest. De dag ervoor. Het moet de dag ervoor. Ja. Is Boris er ook bij? Ja. Oké. Okay, ja? Ja, natuurlijk. Oh, okay, dat hoop ik dan wel inderdaad, als hij dat forceert. Anyways, dan donderdag, want dat is woensdag. Donderdag is Summer Games Fest, begint om 8:00. Jeff Keighley heeft ons 2 uur aan pure game extravaganza beloofd. En 4 à 5 grote nieuwe aankondigingen. Vet. Maar ja. Weet je, dat is wel de marketeer Jeff Keighley die spreekt. 4 à 5 grote aankondigingen. Weet je, volgens zijn maatstaf, meestal betekent dat tot voor ons 1 of 2 dan is. Dan hebben we het over Death Stranding-like proporties van games. Ja. Echt grote dat nieuwe aankondigingen. Titel, ja. En dat zijn alleen maar omdat hij er zo ver in zit. Zeker, ja. Ja, nee, dat. Maar alsnog, er kan er nog wat. Ik hou gewoon van dit soort momenten qua verrassingen.
Ja. Als er maar iets, weet je. En wat nou als inderdaad, ja, het is 1 of 2 of 3 misschien hele grote games. Maar ik wil nog even zeggen, het scheelt wel dat niet iedere uitgever tijdens deze E3-presentatieperiode een persconferentie heeft. Niet iedere. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat er een uitgever misschien is. Square. Dit plant ik bij Summer Games. Ja, die geeft ook wel kusjes af en toe aan met Jeff. Dus, maar ik vind het ook leuk dat er gewoon weer een show... Dat miste ik heel erg bij PlayStation of bij Sony. Het show-element. Ik had echt aan het einde zoiets van... Nou, ik had liever gewoon gewacht tot al die trailers toch op YouTube staan na de show. Maar dan had ik gekeken wat ik interessant vond. Dat doen zij al jaren. Gewoon trailers achter elkaar. Ik begrijp daar niks van. Maak er een fucking face van. Want inderdaad, wat we zitten te kijken... Eigenlijk, het is gewoon een company slideshow wat we zitten te kijken. Precies dat. En 1 minuut woord van Jim Ryan. Ja, begin, eind en dan tijdens die hardware stuff. Maar dat was het. En op een gegeven moment, volgens mij zei jij dat ook van maar maak er een feest van. Want dan kan je ook de maak games. Maak er een show van. Ja. Maak er een show van. En als je je games op een voetstuk zet. Van ja, weet je, dit is zo vet. En je laat er even iemand over lullen. Dan wordt het, ondanks of je er wat mee hebt of niet, wordt het gewoon interessant en leuk. Ja, ja. Maar dat was gewoon... Ben je gewoon een reclamefolder aan het kijken. Ja, en Jeff Keighley, die maakt er in ieder geval wel altijd een show van. Die is dan weer een beetje te veel aan het lullen, omdat hij zichzelf heel erg tof vindt. Nee, er wordt niet te veel geluld. Hij lult te veel. Ja, dat is het. Precies. Ja, nou, fair enough. En waar ik bijvoorbeeld bij de Game Awards, dat snapte ik dan weer niet. Er waren er ook aankondigingen. En die waren dan zo belangrijk dat die sommige categorieën van de Game Award gewoon... Oh ja, en dan waren er ook nog de RPG. En dat waren deze heeft gewonnen, gefeliciteerd. En dan ging hij door naar iets wat geld opleverde. Ja, dat zijn vriendjes van hem. Dat. En dat vond ik dan weer echt heel erg. Dus ik vind er ook altijd wel iets te zeuren op zijn shows. Luister, maar... dit is de man met de Mountain Dew en de Doritos Halo shit. Ja, ik bedoel, dat blijft hem voor altijd achtervolgen. Ja, nee, maar hij is heel erg commercieel. Anyways, je vraag dus van zijn vaste vriend Kojima komt langs natuurlijk, maar met wat? En dat is dus gewoon Death Stranding? Of is hij met iets anders ook bezig? Hij is niet betrokken bij Snake Eater. Dat is al bevestigd door Konami. Ja, het zal niemand verrassen. Nee. Als het dan wel blijkt, en dat brengt hij, dat zou wel vet zijn. I got a lot of money, so I'm back. Ja, maar het is zo'n fucked up marriage. Nee, dat gaat nooit meer gebeuren. Ja, volgens mij, maar dat weet ik niet 100% zeker. Misschien zag ik dat wel uit mijn grote duim. Ik dacht dat Kojima Productions meerdere producties aan de hand had. Ja, dat dacht ik dus ook inderdaad. Dus daarom kan ik me voorstellen dat er meer is dan alleen Dead Space. Battle Gear. Dead Stranding. Liquid. Wat? Battle Gear Liquid. Klinkt eigenlijk best cool. Ik weet niet wat je hier coint, maar... Liquid AliExpress Metal Gear Solid. Tegenover de van Solid. Ja, Liquid. Liquid. Ik weet niet, Battle Gear Liquid klinkt heel cool. Een ding waar je uit wil schieten en zo. Met deze, ja. Ja, wat sick. Nou ja, Liquid, daar kan je veel mee hoor. Nee. Jezus. Met Liquid? Ja. Ja, dat is niet normaal. Battle Gear Liquid. Jij zegt dat From ook altijd bij Jeff te vinden is. Ja. Yep. Nou ja, dan... Die zijn ook bezig met meerdere projecten. Ja, maar dan gaan we waarschijnlijk wel Armored Core zien, toch? Daar hebben we nu één trailer van gezien. Eén grote trailer. Cinematic was dat ook. Dus de gameplay zou ik wel willen zien. Er zat wel wat gameplay in, dacht ik. Ik weet niet. Van die slidey stuff. Nou ja, fair. Misschien was het inderdaad niet heel gameplay-achtig. Maar gaan die nog iets anders laten zien dan het vooraanstaande project? Volgens mij komt er een Elden Ring DLC aan. Ja. Dus dat lijkt me logisch dat ze die... Maar ook twee dingen die we al weten. En Death Stranding weten we al. Dus eigenlijk is er ook bij Summer Games Fest nu nog niks nieuws voor ons. Zou ook heel gek zijn als wij dat nu zouden raden al. Nou ja, dat zit wel waarvoor hier weer zitten. Dat is niet hoe verrassingen werken natuurlijk. Dat is niet hoe verrassingen werken, maar dat is wel. Als jij verrast een Snake Eater, wisten we wel. Dat is toch de verrassing. Ik dacht dat het die HD Collection, die je daarvoor zag volgens mij, of daarna, weet ik veel, daarna. Ja. Ik dacht dat dat de drie zou, dat ze gewoon lousy remasters zouden doen. Die komen ook. Ik wou zeggen, die komen ook. Precies. Ik bedoel, maar they like dus... money. We gotta remake them and we gotta remaster them. Ja, precies. Ja. Ze hadden dus iets van, wat? De games industry is moe van remakes en remasters. Dat doen we remakes en remasters van dezelfde game. We doen re samen in inderdaad. Nou ja, fair. En iedereen is excited, dus wat dat betreft. Ja, ik moet wel zeggen, die trilogie die ze dan uitbrengen, dat is gewoon de HD Collection van Xbox 360 en PlayStation 3. Als je die al hebt, ga lekker die spelen. Ja, nou ja, daarom.
Als je hem niet hebt, koopt hij. Dat gaat niet lijpen. Of als je het is letterlijk 7,50 of zo. Xbox. En je kan die spelen op Xbox Series X. Op PlayStation is het een iets ander verhaal. Maar op Xbox Series X je kan hem gewoon kopen voor 7,50. Waarschijnlijk hebben ze die nu uit de store getrokken. Maar ja, ook zo. Het was eerst 7,50. En aan de andere kant, ik zou dat gewoon lekker vergeten. En lekker straks met Delta aan de slag gaan. Ook dat. Maar het zijn geweldige games allemaal. Ja, en dan hebben we de grote third-party partijen zoals EA, Activision Blizzard, Capcom en Square. Die deze presentatie kunnen gaan gebruiken om een grote game te droppen. EAFC. Ja? Ja, tuurlijk. Ja. FIFA, de licentie is weg. En ze moeten echt goed nu in de mainstream markt, maar ook in de gamesindustrie, even het merk EAFC goed neerzetten. Dat iedereen precies weet wat het is en dat FIFA 24 is. Ja, nou ja, dat is inderdaad. Dit is een perfect moment daarvoor, inderdaad. Ja. Ik zelf heb altijd zoiets van de dingen als Square. Volgens mij was bijvoorbeeld Athea, was volgens mij de Game Awards. Maar dat is natuurlijk steeds meer. Ik denk dat die op een gegeven moment ook, Jeff, steeds meer weer de Game Awards gaat laten zijn. En dan dit momentje pakken om dingen aan te kondigen. Ben ik maar, helemaal voor overigens, hoor. Ja, Athea Forspoken werd daar natuurlijk volgens mij voor het eerst getoond. En ik denk dus dat ze weer zoiets gaan doen. Maar je noemt EA net, Star Wars Games. Ja. Jedi DLC sowieso, denk ik. Überhaupt, ja, hoeveel Star Wars games gaan we zien in deze, in deze periode misschien zelfs, maar in deze presentatie? Weet Want er je, zijn er echt 5 of 6 in de markt, misschien wel 10. Ja, er zijn er echt veel te veel alweer in de markt. Dus ja. We gaan op een gegeven moment weer toe naar Star Wars moeheid. Ja, joh. Maar krijgen we een Rey game? Nee, dat denk ik niet. Maar... Ooit, zeker. Weet ik niet. Ze zijn best wel voorzichtig met die movie characters. Je ziet er niet zo heel veel van. Dat is waar, ja. En ik zou lauw worden als ze Battlefront 3 aankondigen. Dan word ik lauw. Ja? Dan word ik gek, ja. Maar daar zijn ze... Even kijken. We hebben het niks over gehoord nog. Nee, volgens mij... Ik weet niet meer precies. Werkt aan de shooter. Dat was het, ja. Ja, maar dat is niet Battlefront 3. Nee. En werkte zij nou ook aan een open world game of was dat Ubisoft? Ja, ze werken aan de Jedi Survivor Show. Maar was die, maar die Massive weirde, Games bedoel je? Of die Massive zieke trailer Yubi. Die we hebben gezien met op het eind een soort van Yoda-kerk. Gewoon heel Quantic mooie... Dream was dat. Ja? Oh. Dat is Quantic Dream inderdaad, maar jij hebt het over Ubisoft Massive. Die is ook bezig met de open world Star Wars game. Ja, ja maar ja, bedoel, en ook bedoel je mee dat EA heeft gewoon Jedi Survivor is open world-ish. Niet echt, maar dus dat is die... Open zone. Ja, ik dacht dat die volgens mij open world, nog... je kan overal vrij gaan en staan waar je wil natuurlijk. Dat wel. Je kan ieder moment vliegen naar elke plek waar je maar wil. Ja? Ja. Vliegen. Ja. Dan is Crash Bandicoot ook open world. Omdat ik aan het begin van het level kan staan en kan naar het einde lopen. Ja, het is meer God of War stijl. Als je God of War open world achter vindt... Ja, ik vind het niet, maar dat is het inderdaad. Kleiner? Jawel. Kobo? Kobo niet, maar de rest van de planeten wel. Ja, nou ja. In ieder geval, dat is waar Respawn onder andere aan werkt natuurlijk. Ja, maar hoeveel Star Wars games gaan we hier in deze show zien? 1. 2. 2? Ja. Lijp. Ik zou wel weer ook gewoon een first person single player à la die toen. Dat zou ik vet vinden. Bedoel je die Republic Commando? Ja. Ja, die is heel vet. Komen er veel verrassingen en nieuwe shit? Of vooral trailers van games die we dit jaar najaar gaan ik zien? Ik denk dat er 5 hele grote verrassingen komen. 4 à 5. 4 à 5. Ja. Maar dat zijn nieuwe dingen. Maar maar dat is nou dan uiteindelijk. Activision is natuurlijk ook al als het goed is een tijd bezig. Waar ik dan enthousiast voor word met een vervolg. Want ze hebben toen na de Crash Bandicoot en Insane trilogie hebben ze Crash Bandicoot 4 gemaakt. En toen hebben ze de Spyro trilogie ook opnieuw gemaakt. En ze zouden ook bezig zijn met een Spyro 4 dan. Wat zeg maar dan een spiritueel vervolg zou moeten zijn op de originele trilogie. Dat zou zo langzamerhand misschien ook wel een keertje getoond gaan kunnen worden. Van welke ontwikkelaar? Activision is dat toch? Nee, dat is dat Toys for Bob of die andere. Ze hebben 2 van die ontwikkelaren die dat... Nee, maar de uitgever is Activision. En die zit bij Summer Game Fest volgens mij ook. Ja. Vooralsnog. Ja. Zou het All right. En dus overal hoge verwachtingen van dit event of niet? Nou ja, het gaat deze of Xbox Showcase worden. Die de tofste is. Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat was denk ik vorig jaar... ook zo. Kijk, en als jij geen Xbox gamer bent... Ik wilde net zeggen, voor mij moet het deze dan wel een beetje worden. Ja, fair. Want, over Xbox gesproken, zondag, dus dat is volgens mij, ik weet niet of het volgende week al is, ik weet trouwens ook niet wanneer dit uitgezonden wordt. Ja, dan is die Watch Party ook toch? Zondag inderdaad tijdens de Watch Party in Blast, waar het heel druk en gezellig wordt, is het vanaf 19 uur
1900 uur raak. En gaan we, beginnen we volgens mij met Xbox. Dan komt er een Starfield presentatie achteraan. En dan komt er een PC Gamer Show. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus eerst Xbox. Roept u maar, waar gaat al mijn film mee komen? Excuses. Ja? Ik denk wel dat dat op zijn plaats is. Denk je niet? Gewoon, ja, gewoon maar alles wat er is gebeurd. En is dan, dit een moment om excuses te maken? Wel te erkennen. En ja, dat hebben ze al eerder gedaan. Weet je nog, toen we bij Bethesda waren, en toen was het volgens mij nog niet van Microsoft, weet ik niet helemaal zeker meer, maar toen waren we daar bij Bethesda, en toen was het ook eerst mea culpa voor Fallout 76. Jongens, we weten wat de fuck is gebeurd. Het had niet mogen gebeuren, het spijt ons. Maar zoals je hebt gezien, de afgelopen maanden hebben we er hard aan gewerkt, we hebben veel patches uitgebracht. Hier heb je dit, hier komt Wastelanders. En begonnen ze daarmee toen dan? Daar begonnen mee, met Todd Howard in ieder geval, die op on stage dat deed. En ja, ik denk dat het best wel goed is als Phil Spencer dat ook even doet. Het gaat niet voor de wind even op dit moment. Ze hebben wat misstappen gemaakt. En weet je, hij heeft een soort van mea culpa gedaan, maar dat is in een third party podcast. Nou, we zien eens een mea culpa. Dat toe, was gewoon een soort van deprimerende. Ja, ik dat ben bij Harakiri was. Ja, precies. Ja, ik ben een fucking cupje pudding op dit moment. Geef vooral de Xbox Gamer hoop. Dat is wat ze wel echt nodig hebben. Nou ja, precies. Ze moeten gewoon. Toen ik eigenlijk dronken stond te schreeuwen. Ja, dat joh, ze alleen maar. Ja, wij. Alleen maar Starfield logo en een Elder Scrolls logo. En later volgens mij ook Avowed en wat dan ook. Dat was natuurlijk Bethesda eigenlijk. En niet een dingetje. Maar dat. Avowed was wel ander jaar hoor. Precies. Ja, maar het was ander jaar. Ja. Maar inderdaad. En dat was misschien wel al. Toen Xbox die gasten hadden gekocht. Maar toen had je ook Fable en wat dan ook. In dat jaar hebben ze ook gewoon. Hier heb je 4 à 5. Titels die nog lang niet uitkomen, maar waar iedereen wel heel erg wild om gaat worden. En dat is wat vroeger heel vaak gebeurde op persconferenties. Ja. En de laatste tijd niet meer. Dus ik wil gewoon dat soort shit. En ik wil dus inderdaad gewoon een Fout en Fable shit. Ja, weet ik veel. Ik hoop het. Jawel. Geef mij een reden om een Xbox te kopen. Dat zou een reden zijn. Nou ja, ik ga op de PC-gamer waarschijnlijk. Maar inderdaad, ja, dat is. Ik wil fucking Fable zien. Maar heel eerlijk, en een Fout. Als we terugkijken op de afgelopen jaren, de Xbox showcases. Om een of andere reden, ze worden nooit zo hoog beoordeeld. Maar ze komen altijd met fucking veel games, hoor. Mm-hmm. En echt best wel vette shit ook wel. Ja, maar ook dit jaar met die Cyberpunk vonden mensen die presentatie, dat het niet de beste presentatie was. Er zat zoveel fucking vette games waren daar. Zat Cyberpunk in die presentatie? Ja, daar waren we bij. Toen met You're breathtaking. Ja, yeah. No, you're breathtaking. Yeah. Maar was dat bij Xbox? Dat was bij Xbox. Ja, precies. Nou ja, daarom. Dat was de uitsmijter, maar weet je nog? De presentatie zat erop bij Xbox en in één keer het scherm. Ja, precies. Ja. Oh, dat was heel vet. Maar dat soort momentjes, dat zijn de momentjes. En of die game daarna tankt of niet, maakt niet uit. Dat soort momentjes is tank. Ja, dat zijn de momentjes die je wil zien in een E3-periode. Ja. Nou ja, maar dus omdat het niet live voor. Is het live voor een groot publiek? Vroeger wel. Ik denk nu tegenwoordig dat die showcase ook niet meer zo is. Ik weet niet of ze iets gewoon met een live publiek in Amerika gaan doen. Want dat doen ze wel eens. Ook wel eens voor andere shows. Zou hiervoor wel heel gepast lijken. Want ja. Nee, zeer zeker. En dan krijg je ook je krijgt er al bepaalde al gelijk een meer urgentie van, omdat je daar live voor die mensen staat en het is, weet je, kan fout gaan. Voor de gamers. Daar krijg je al een soort van bepaalde soort van nu moeten we presteren. En wanneer je het gewoon pre-opneemt. Filmpjes opstart. Is het verhaal, jongens, opnieuw. En op een gegeven moment staat Phil daar, omdat hij zijn broodje niet heeft gehad, staat hij daar. En dan staat hij gewoon als een tamme guy gewoon shit uit. Zie je? Dat is hoeveel praat. Maar is als urgentie weg en wordt het saai. Maar dus ik hoop ook dat het live is. Maar welke games moeten we dan gaan doen? Nou ja, Avowed wil ik eigenlijk wel zien. Die weet ik niet. Maar een van de grote. We gaan natuurlijk de Starfield. Sport gaan we krijgen. Dat is ook een grote titel die nog dit jaar moet gaan verschijnen. Starfield moet ook dit jaar gaan verschijnen. Starfield Showcase komt er apart achteraan. Dus we gaan eerst. Het gaat gewoon in één stuk door. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ze hebben het wel echt volgens mij aangekondigd als een apart segment. Dat genaamd de Starfield Showcase. Of Starfield Direct of iets in die kant. Ja, klopt. Maar dat betekent Starfield Direct. Maar dat betekent gewoon dat ze daar echt 40, 50 uur voor gaan uittrekken. Weet je wel, veel developer minuten. Dan ga je ook niet met iets anders uitsmijten waarschijnlijk. Dat is een prima uitsmijter. Ze hebben al een beetje gezegd wat de uitsmijter. Ja. Vorig jaar ook al. De hoop van de hele Xbox community is gevestigd op Starfield. Als die ook nog kut gaat worden, weet je wel, dan is het wel een beetje van nee. Ja, nou ja, precies dat. Ja. Dus dat wil je. Maar er zullen hier ook wel, als het goed is, gewoon wat. Nou ja, wat gameplay fucking. Indiana Jones.
Indiana Jones. We hebben die, die soort van... Boris is daar live. En van jij ook die trailer, soort van smuggler shit. Contraband. Ja, dat zou ik heel graag willen zien. Die ga je denk ik ook wel zien. En wellicht de nieuwe Gears. Ze hebben zoveel fucking Gears. Nee. Dat mogen ze echt in hun reet laten zitten. Ja, maar wat mij betreft Fable ook. Toch ook een beetje... Althans, ik hoop dat het heel... Nee, dat rustig, past op wat je zegt. Rustig aan. Ik maak hier een wapen van en ik priem het in je ogen. Ik zeg net, dat is het enige waarom ik een Xbox zou gaan kopen. Precies. Is Fable. Alleen het is wel ook... Hoe lang geleden is dat daar een game van uitgekomen... en hoe goed gaan ze dat vertalen naar nu? Dat nou, moet, en helemaal Playground, die dus Forza maakt normaal. Die zijn dit nu aan het maken. Dat is maar kan alle kanten op. Het kan zeker alle kanten op, behalve dat er een bepaalde statuur erbij hoort. Playground is wel echt een hele goede studio. Ja. En het is ook echt een studio die heel lang hun games ook blijft ondersteunen. Als je ziet alle toevoegingen die maanden na release van Forza Horizon 5 nog zijn toegevoegd. Ja. Insane. Echt nou, maar ze hebben alleen maar race games gemaakt, toch? Weet ik niet. Ze maken niet Forza Motorsport, dat is Turn 10. Forza Horizon maken ze inderdaad. Ja, klopt. Ja. Nou ja, ik had het idee dat ze alleen maar Horizons hebben gemaakt. En zou kunnen. Goede games. Maar ja, nou ja, dat, ik ben gewoon heel benieuwd wat dat gaat zijn. Fable card game. Nee, het zou ook nog kunnen. Ja, Doom? Jezus. De revival van Doom, die is goed gelukt. Geweest. En het is goed gelukt. En hoeveel jaar is het geleden voor Eternal? Denk ook al 3. 3 of 4? Ja. Ja. Ja, dit allemaal zo hoor, en dit komt, dan is PlayStation helemaal kapot geslagen voor mij. Ja, maar dat klopt. Ja, en dat is het grappige, hè? Denk je dus dat... Dit gaat het jaar van Xbox. Behalve dat ik niet zo enthousiast... Dat we nu zeggen, dus niet zo enthousiast over Starfield. T-shirt. Nee, dat hoeft ook niet. Dat is niet voor jou. Sterker nog, je mag dit vanaf nu nooit meer spelen. Nee, als ik je iets zie doen, ik trap die console voor je ogen kapot. Nee, ik denk echt dat je je eigen ruit in hebt gegooid. Want ik denk dat dat een Yui-game is. Dat denk ik niet. Ja, dat denk ik wel. Ja? Waarom? Fable? Nee, we hebben Starfield. Oh, Starfield. Nee, Starfield. Gaat niet Fable is een nieuwe game. Ja. Ja. Nou ja, precies. En een Yellow game. Als het maar gewoon een beetje overworld blijft. En ik maar gewoon hele vette armors kan opgraven. Dat is wel? Ik hoop het wel, ja. Ik hoop dat het gewoon heel erg Fable 1-achtig blijft. Of is. Maar Doom inderdaad. Waar hadden we het nou nog meer over? Weet ik niet. We hadden het over Forza's, we hadden het over Gears. Ik ben geen fan meer van Gears, maar... Yui zei, als ze dat allemaal laten zien, dan is Sony echt verbouwereerd. En toen dacht ik van... Eerst Xbox... Maar het is een enkele slag, hè? Dat is één slag in de oorlog. Want, ja, want zeker. Staat wel 14-0 voor of zo. Ja, dus dan 14-1. Nou, misschien wel 14-2 of 3 als ze het echt heel goed doen. Maar ik denk dat Xbox een beetje bang geweest zijn toen Sony zei van... Oh, we doen toch een persconferentie. We doen hem een weekje of anderhalf daarvoor. Nee, die zagen wij aankomen, die zagen zij ook. En dat ze nu denken, oh, dan doen we minder vette games. Want... Nee, dat kan dus niet. Nu moeten ze ownen. Maar denk je, dus ze hebben dus nu anderhalve week de tijd... om te denken van, oké, wat is het level van fucking Sony... en hoe gaan we daar overheen beuken? Ja, maar dat is niet zo moeilijk op dit moment. In theorie. Vinden wij. Ja, nee, dat is welke studio's kunnen in anderhalve week nog een zieke CGI-trailer... Nou, dat zou iets... Dat gaat wel bij elkaar geschraapt worden, hoor. Toch? Er gaan toch wel dingen worden gedaan. Oké, we weten nu wat PlayStation heeft gedaan. En zo kunnen we hier nog even overheen gaan. Wij tonen een handheld die wel, 15 uur meegaat. Nee, maar bewijzen van. Dat weet je toch, dat op een gegeven moment was er toch die battle-off tussen de PlayStation 4 en de Xbox Series. Dat Xbox had de eerdere presentatie en die zeiden van 400. En toen zei Sony 350. Weet je, die shit. Dat kan. 499, 399. Precies, 100 piek eraf ook. Dat kan. Kan Xbox nu doen, weet je, met wat ze hebben gezien van... Nou ja, met alle dingen die we nu hebben genoemd. En dat zijn inderdaad... games dan, maar niet met hardware. Nee, maar ik bedoel meer van, dus ze hebben nu afgewacht op, weet je, ze kunnen nu gewoon kijken naar wat Sony heeft gedaan en daarop inspelen. Net zoals dat ze dat plaatje hadden gedaan, van nou, 8 van deze games die komen ook gewoon naar Xbox. Een week later PlayStation er gewoon nog één doet. Dat zou heel vet zijn. Ja. Ze hebben ook genoeg aankondigd. Ja, ik wou zeggen, dit is voor dit jaar, dit is wat volgend jaar gekomen, weet je hoor. En ergens was dus, ik weet het, jammer dat ik dat niet meer weet, maar die zeiden van, weet je, ze hebben hun punches ingehouden, want weet je, een Ghost of Tsushima 2, al die dingen waarvan ook geruchten waren, die laten ze gewoon later zien. Of dat ze gewoon tijdens Xbox ineens live gaan. Gewoon zonder het aan te kondigen, dat zou zo hard zijn. Dat zou wel dat vet zijn. Dat zou ook echt marketing-wise de meest vette move in de geschiedenis van de wereld zijn. Ja, gaat niet overdreven. Ja, maar, nou ja, inderdaad. Even kijken. Maar gaan we nog wat van Halo zien, denk je? Ik hoop het niet.
Sorry voor jou. Ik was Halo fan wel. Ja? Ja, 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 het was een serie. Nou, omdat Halo Infinite is gewoon, gewoon gameplay-wise echt fucking amazing. Alleen de support daarvoor is echt zo tergend kut en slecht geweest. En de hele studio is overhoop gehaald. Alle lead developers zijn vertrokken. Jason Statham, de multiplayer lead is vertrokken. Er zijn zoveel mensen vertrokken. En dan hebben we ook nog, we gaan de move maken naar Unreal Engine. Gaan we daar iets dan van zien? Of, wat is de toekomst van Halo? Ik wil het weten. Is Infinite dood? Gaat het gereboot worden? Wat is Infinite het? Of gewoon Halo bedoel je? Halo Infinite. Is dat dood of niet? Want, ja. Want what's going on there? Weet je wel? En wat is de toekomst van Halo? Ik kan die door Halo. Ja, prima. Ik hou van Halo. Meer Halo, alsjeblieft. Ja. En dan hebben we nog in ieder geval de afsluiter. Een dik half uur Starfield Direct. Ja. De verwachtingen daarom rondom liggen hoog. Ja. Wat moet Todd Howard voor jullie? Nou ja, eerst even bij jou dan. Waarom vind je het niks? Het is gewoon niet mijn type game. Ik bedoel, je houdt niet van coole games. Je houdt alleen maar van domme kinderachtige kut games waarin je kan springen. Ja, dat hadden we toch al wel established. Ja, nee, precies. Ja. Fair. Het is heel moeilijk. Ik kan ook niet zeggen wat hij met Starfield moet doen om mij weg te blazen. En ik denk dat ze zelf precies dat probleem hebben. Want het gaat gewoon Fallout in Space worden. Wat leuk is. Maar ook een vrij generieke space. Als ik dan iets mag zeggen waarom het me echt helemaal niet aanspreekt. Is dat ook gewoon qua hoe het eruit ziet. Denk ik nou niet. Oké, ik wil ondanks dat het niet mijn game is wel in deze wereld zijn. Maar dat is Fallout. Ja, afgezien van dat Fallout niet, natuurlijk. Hoor. Nee, daarom. Het is ergens generiek. En het zit niet in de looks. Het zit in de... Wat gek is trouwens. Want ik kan er echt wel iets uittrekken. En ze hebben wel een beetje Fallout gedaan. Fallout is niet generiek. Omdat er een vreemde soort van ogre in rondloopt en wat dan ook. Maar qua artstyle is het natuurlijk niet... Dat is toch heel erg die gekke 50s... Die 50s shit is vet, maar dat zie je ook niet overal in die wereld per se. Ja, nee, daarom. Maar ik bedoel meer van dus de ja, ze hebben daarin natuurlijk wel... maar dat zit ook in de minuutjes. Nee, nou, fair enough. Het is inderdaad niet generiek. Wat moet ze voor jou doen? Want kijk, ze moeten iets tonen wat je wegblaast. Nee, dat hoeft dus niet. Nee? En dat is het stomme. Je vindt niet dat ze hoeven te innoveren, iets bijzonders moeten doen? Nee, want ik vind gewoon die gameplay ik denk dat iedereen teruggesteld gaat zijn. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Dat gaat ook gebeuren, want ze gaan toch niet nu nog ineens iets baanbrekens? Nou, weet je, het ding is, Skyrim is nog steeds... eenzelfde soort DNA waarschijnlijk. Zeker. In de game. Is nog steeds een van de... Skyrim is nog steeds beter dan menig game die nu uitkomt. Ja, maar voor mij als soort van, weet je, experience. Gelijk. En daarom wordt Starfield ook een hele harde game. Ja. Alleen mensen hebben zoiets van, hoe ga je het beter dan Skyrim maken? Ja. Want dat is al 15 jaar oud. Nee, dat gaat denk ik niet echt gebeuren. Ja, en wat ik heb namelijk, de troef die ze daarvoor hebben bedacht is die, weet ik veel, procedural 10.000 planeten bullshit. Ja. Ik geloof dat dat het precies is waarom die is uitgesteld. Dat krijgen ze niet lekker werkend. Ze krijgen het niet geloofwaardig niet of dat het impactvol voelt, inderdaad. Ja. En ja, dat is het enige. Voor mij zal dat gewoon zijn van, oké, deze shit is nu random gegenereerd waar ik nu naartoe moet in plaats van een andere plek die dat niet weet is. Weet je hoe ze het echt vet zouden vinden kunnen maken? Als het toch een multiplayer game is. En dan bedoel ik gewoon van, je hebt een infinite vliegen space en dat je iemand tegenkomt. Gewoon... Ja. What? Nou ja, dat is No Man's Sky. En dan is hij gebaseerd op een bepaalde planeet ook en die heeft daar zijn shit al uit. Maar iedereen's infinite space is toch juist anders? Ik vind dat ook helemaal niet een cool iets. Nee. Het gaat ook niet. Je wil juist alles kunnen exploren. En als dat bij iedereen... Je wil de hele wereldkaart kunnen afkrassen. Ja. Nee, maar ze hebben weer de klassieke... game developer fout gemaakt. Ubisoft die hoort bij deze tijd. Van hoe maken we het vetter? Meer. Vetter, groter, meer. Ja. Meer is beter. We laten de computer alles verzinnen. Weet je, het is ChatGPT. Ja, precies. ChatGPT kleur maar in inderdaad. Ja. Deze planeten, hoe die heet en welke missie je hier moet doen. Nee, weet je, ze hadden mij namelijk al in die tweede trailer. En dat is, het enige wat ik wilde, is dat je gewoon rond kan vliegen en je eigen schip kan kopen, uitzoeken, customizen. En dat is het. Dus. Wat ik trouwens wel heb gehoord, en dat was een van de redenen waarom die game is uitgesteld. De gunplay zag er heel kut uit, toch? Ja. En sowieso heel veel frame drops, maar dat is een hele early build. Maar de gunplay zag gewoon kut uit. Maar Fallout kut. Gewoon als in het is geen shooter. Ja, nee, precies. Maar het schijnt dat nu, en dat is onderdeel van de reden waarom het is uitgesteld, dat id Software zich ermee is gaan bemoeien. Ja. En dat zijn natuurlijk de koningen. Ja, dat waren drie soort van een grote pieven daar. Die zijn van id zijn inderdaad, weet ik, van een paar weken over de vloer dat geweest. Maakt me wel bij, ja, gewoon inderdaad van hoe tweak je dit nog eventjes dat het lijp allemaal lijp voelt.
Nou ja, dat. Maar voor mij was het gewoon echt een hele oude game. Ergens misschien wel de Thousands. Freelancer. Dat is dat je in space gewoon rondvloog handelen, en je eigen auto handelen. Of je eigen auto, je eigen schip kon kopen. En er waren rassen waar we die andere schepen hadden. En je kon ze allemaal vliegen. En je kon er al eigen wapens op zetten. Het ging al best wel diep. Nou ja, dat wil ik gewoon van dit ook. En dat lijkt het te gaan worden. Dus als jij een vet verhaal serveert. En vooral ook de vrijheid van keuze geeft. Die een Bethesda game normaal altijd al hebben. In ieder geval die Bethesda Game Studios games. En daarin nog wat customization. En gewoon fucking space. Ja, ik ben er. Weet je, ik heb niks anders nodig. En dan voelt het als Oblivion, maar... Als het niet fine. Mensen gaat wegblazen, die presentatie... dan gaan mensen toch met het teleurgesteld gevoel naar huis... terwijl het toch een vette game gaat worden. Dat klopt inderdaad, ja. En ergens verwacht ik dat wel. Want al hebben ze wel dus een half uur aan shit... maar we hebben alles al gezien wat in die game zit, toch? Ik denk het wel. Of zullen ze nieuwe shit laten zien? Ik hoop dat ze vooral mooiere shit laten zien. Die stad zag er echt PlayStation 3 uit, man. Weet je wat ik nog wel even... Ja, ergens een beetje wel. Dat kunnen ze natuurlijk ook nog wel een beetje vullen. En wat flat dan allemaal. Ja, klopt. Maar dan zet je gewoon je contrast van je tv weer af. That's not how fucking game development works. Nou ja, niet game development. Dat heb ik toch een keer gedaan toen met Breath of the Wild. Toen zei ik van, nee, maar Breath of the Wild is een lelijke, flatse game. En toen had ik nog niet door dat... En trouwens, ik wist al dat het niet per se heel erg was, want dat draaide niet om. Maar ik zei van, check eventjes. Toen ben ik zo live... om Breath of the Wild een lelijke, flatse game te vinden. Is het. Ik ben daar namelijk live toen kleurcorrectie gaan toepassen in de game. En mensen zeiden van... Holy shit, dit ziet er vetter uit. En dat is heel simpel. Dus waarom de fuck zij dat niet doen, dat is heel weird. Zwart is niet zwart in die game. Dat is een keuze. Ik haat dingen. Ik haat dingen. Dat is één ding. Ik haat dingen sowieso. Maar ik haat dingen als ze niet true black zijn. Dat vind ik echt... Die hand kan ik je schudden, maar dat gebeurt ook in zoveel fucking films. Ja, vreselijk. Oh. Ja, maar daarom. Daar heb ik zoiets van, je bent iets vergeten. Namelijk het zwart-zwart maken. Heb je een hekel aan elke western ooit gemaakt ook? Ja, dat is echt heel veel films. Echt heel veel films. Nou, westerns, die zijn... misschien is het ergens een heel klein tintje bruin. Maar het zwart is donker en niet gewoon grijs. Flats. Nou, artsy, weet je. De Instagram filter shit. Welke? Unforgiven en wat dan ook zijn allemaal super fucking contrastvol. Toch? Al die Sergio Leone films zijn juist heel erg... dat is dan waar ik aan denk als je zegt westerns. Ik weet niet welke obscure flatse westerns jij bedoelt. Flatsterns. Nee, ik ben meer de van de laatste 30 jaar. Ja, zijn dat nog westerns of zijn dat schrale kopieën? Anyways, we hadden het over Starfield. Ik weet het niet meer waar het over ging. Maar, wel, denk ik, een mooie eindconclusie. Ja. Van, het gaat niemand wegblazen. Daardoor gaat het teleurgesteld worden, terwijl het een vette game is. Ja, en dan meer zuip in Blast, dus dat is top. Hoop je maar dat ze wel daarvoor de Starfield nog wat vette games hebben laten zien. Dan hebben we na Xbox dus komt de PC Gaming Show van PC Gamer, dat blad. Die proberen inderdaad altijd alle PC dingen bij elkaar te binden. Het is een Kevin van Wonderen show. Ja? Vind ik wel. Er zitten altijd zoveel kleine indie-titels bij. Een goede naam trouwens. De Kevin van Wonderen show. Dat zou echt een goede late night show zijn. Ik weet niet of die ingepland staat voor die PC Gaming Show, maar ik vind dat die ingepland moet staan voor die PC Gaming Show. En heel veel sparkles. Dat is echt de Kevin van Wonderen show. En windmachines. Windmachines? Nou, dat is echt heel vet. Een soort van magier die niks doet met magie. Nee, met PC's. Maar dan met PC's. Ik vind voor die persconferentie, als ik het voor het zeggen had natuurlijk, dan moet je gewoon Kevin, Jasper en Steven. Ja, dat is inderdaad een... Maar dat is ook een paar verdragen zondag, geloof ik, toch? Ja, zoiets denk ik. Ik denk niet dat iemand het gaat dragen. Nee, tenzij er een zak geld wordt gedoneerd door jou bijvoorbeeld, weet ik veel. Ik denk dat we eens gaan kijken, toch? Maar, weet je, zijn er dingen waar je eventueel naar uitkijkt? Of vinden jullie de show altijd van een tweede garnituur? Zoals jij dat heel mooi zegt. Tweede garnituur. Hij is nooit zo groot en bombastisch als de groten, weet je, van de Sony, Xbox, Ubisoft. PC heeft niet één... een representative. Nou ja, zij proberen dat te zijn. Maar dat zijn ze niet. Nee. Weet je wel, dus Steam, weet je, is dat meer bijvoorbeeld zou misschien dat nog? Zou dat meer zijn inderdaad? Die zouden misschien wel hele vette exclusives kunnen Epic zou dat ook wel tonen, kunnen. Maar het is er niet. Nee, het is er niet. Dus het is inderdaad altijd... Dit voelt meer als een... dit is er voor iedereen die wat met PC doet. Wie heeft er een zakje geld? Ik ga het heel denigerend zeggen. Dit is die show van...
dit is wat niet goed genoeg was voor elke andere show. Ja, ja. Ja, maar dat. En dus, oké, weet je, daar betaal je. Wat uit 20 graden voor als je het daar laat featuren? Nou, je zit er toch niet in, dus bij ons mag het voor 2. Ik denk wel iets meer ook dan 20k. Weet ik veel. Ik weet niet, man. Ik denk juist bij grote games dat ze er blij mee zijn. Nee, maar dat. Die betalen niet, hoor. Nee, maar daarom. Maar dus weet ik veel, de Okiboki 3, die moet daar 1500 euro'tjes voor ze neerleggen, zodat ze eventjes in de carousel worden meegenomen. En dit hebben we ook nog. Oké, bam, 1500 euro. Dat soort shit. Maar zo voelt die show. En we krijgen een cringe-worthy... weet je, sketch nog of zo. Komt er nog een Devolver nu je het over sketches hebt? Willen er nog een Devolver? Nee, want ze hebben het een paar keer echt glorieus en leuk gedaan. Maar op een gegeven moment is dat ook gewoon, dat concept is ook klaar. Uitgewerkt, weet je wel. En dat meen je ook. Too much of a good thing is never a good thing. Weet je, dat is precies het gevoel wat ik heb met die Spider-Man. Dat was vet. Nou... Ook daar is dat zeker een ding. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er af en toe gewoon in dit soort shows ook leuke games voor... Hè, als het toevallig naar jouw smaak is. We zeggen niet dat hier alleen maar domme kut games worden gelaten zien. Nee, maar het is meer een soort van... We zeggen het heeft niet de grandeur. Ja, precies. Want er gaat echt wel iets tussen zitten. Wat, gaan we nou nuance brengen aan wat we zeggen? Sinds wanneer doen we dat? Ik doe dat wel eens. Echt? Heel af en toe. Oh. Ja, nee, maar het is, ik probeer dat vaak. Omdat mensen snappen gewoon niet wat wij zeggen. En wat wij doen. Dat wij zeggen, dit wordt een tyfusnap fucking dat show. Dat is de bedoeling. Dat zij zo het in elkaar getrapte kindje van de klas. Van elke show. En hebben ze iets van, D&D game, man. Die komt er ook aan. En die wordt erin getoond. En dat is fucking vet, jongen. Weet je, die shit. Dus ik zeg van, er zit altijd wel iets leuks tussen. Moet je niet doen. Ja, toch wel. Ik vind dat ik dat af en toe gewoon die disclaimers erbij moet zetten. Voor mensen die GameKings niet snappen. En daarna hamer ik er weer hard op. In de comments. Verder. Ja, precies. In de comments inderdaad. En dan blok ik ze en wat dan ook. En dan hebben we maandag nog... er zullen vast nog wel wat meer showtjes zijn. Je hebt altijd ook de Future of Gaming Show. En al die andere shit die je ook niet wil zien. Maar er zit niks in wat jij vet vindt. Behalve één of twee af en toe naar je smaak. Ja, maar dat is precies inderdaad waarom ik... maar we hebben maandag... Zo gaan items nog langer duren als we nuance gaan toevoegen. Onze items duren inderdaad wel te lang door dat soort dingen, ja. Maandag, een maandag, staat geen datum bij. Dus een maandag in de komende maand om 9 uur, 7 uur... hebben we de Ubi Forward. Ja, dat heet niet Ubisoft. De maandag gelijk daarna. Oh, de maandag gelijk daarna. We hebben toch de hele maand E3 maand? Maar het is eigenlijk een week. Nee, het is wel langer. Ja. Oké. En wat doen we dan in de rest? The Wall bijvoorbeeld, waarin we alle games die zijn langsgekomen zelf en door de kijkers laten klassificeren en wat dan ook. We moeten nog een klassement bedenken trouwens. Oh, leuk. Maar ja, dat. Ubisoft zegt een hele shitload aan games klaar te hebben staan. Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, Division, The Division Resurgence, Skull and Bones, The Crew Motorfest. Skull and Bones, X-Defiant, lachen. Ja, X-Defiant en een andere grote IP. Maar stel je voor, hè? Dit is een presentatie, dit is weer een show. Ze gaan weer Skull and Bones aankondigen. Ja. Nee, ze gaan weer het laten zien. Hij komt nu echt uit. Over 4 maanden. Journey to a port near you. Dat soort shit. Leuk. Weet je, dat zijn zwart-wit beelden. Zo oud is het al. Weet je. Je moet afstoffen. PlayStation 1 shit. Ja, nee, dat is heel weird. Krijgen dat... we misschien wel stiekem een Rayman dan? Als er ook een nieuwe iets. Hopen. Een andere grote IP. Ja, nou ja dat, de platform UI zegt natuurlijk al gelijk Rayman. Nou, die laatste twee waren fucking hard. Star Wars? Ja, ja. Welke is dat? Massive. Oh ja, ja. Ja, die zullen dan misschien niet meer bezig zijn met The Division. Maar nee, die shit hebben ze ook opgegeven en naar mobiel getrapt. Ik denk eigenlijk dat... Sorry, dat gaat niet Rayman zijn. Het gaat inderdaad denk ik die Star Wars game worden die ze daar laten zien. Want dat is wel waar je ook gewoon eventjes bekijks mee trekt natuurlijk. Als je een Star Wars game laat zien. Rayman ook wel. Maar, nee joh. Dat is super die niche, man. Twee, nee, niet zoals Star Wars, maar... Nee, precies. Ja, maar nadat er al die week daarvoor 18 Star Wars games zijn aangekondigd, is dat ook niet echt meer een uitsmijter. Dat is een goeie. Tenzij het mega vet gaat zijn. Maar jij vraagt, wat zijn hier de krenten uit de pap? Nou ja, dus ik hou niet van pap en niet van krenten, denk ik. Skull and Bones. Ik bedoel, die shit is zo lang in de ontwikkeling, dat moet wel amazing zijn. Dat moet wel goed zijn. Ja, dat kan niet zit anders. Zit gewoon nog heel even in de oven. Ja, even de laatste puntjes op de i.
ondanks dat het gaat om echt een gehate fucking franchise Avatar, ben ik best wel benieuwd naar wat Frontiers of Pandora gaat zijn. Ik ook wel. Als je daar kan rondvliegen, ik vind de wereld het voor is video. Niks mis mee. Nee, precies. De verhaalvertelling erin is gewoon vervelend en de characters ergens ook, maar je kan het bijna alleen maar beter doen dan, want de wereld is vet inderdaad, je kan het bijna alleen maar beter doen dan de films. En ik wil graag meer weten over die budget Assassin's Creed 35. daar heb ik echt... Nou ja, ik dus niet, want dat is inderdaad gewoon die krent die ik niet lust en de pap ook niet. Nee, echt, dus die ene grote IP waarvan ze dan niet zeggen welke het is, dat is misschien dan nog oké, cool. En voor de rest dan eventueel een beetje Avatar. Maar Assassin's Creed Mirage hoef ik niet te zien. Rainbow Six Mobile. Maar hebben ze dan gezegd, we gaan alleen deze dingen laten zien en één IP? Ubisoft zegt heel veel dingen te klaar te hebben staan. En dan staat er een lijst. Dus ik denk dat ze dit al hebben gezegd. Dus zullen Just Dance inderdaad zal zeker langskomen. Dat is echt een grote IP. Ja. En misschien is daar nog wel het minst mis mee van heel veel van dat soort games. Ik kan me ook voorstellen dat ze, nou ja, weet ik veel. Ze hebben natuurlijk nog een aantal andere IP's. Splinter Celletje. Nee, daar ga ik me niet meer aan wagen, man. Kerel, dat hebben we ieder jaar gezegd. Ja, dat zeggen we al. Dus, ja, dus hij komt dit jaar! Ja, maar dat is het. We zeggen 3 jaar, 4 jaar lang hebben we zoiets van, nee. Dat is mijn eerste E3. Splinter Cell zou wel heel vet zijn. En, maar je kent tegenwoordig, kennen we de spreadsheet managers en wat dan ook. Die volgen echt soort van trends op, niet op de voet, maar op 15 voet achter, zeg maar. Soort van, dus misschien dat het na 4, 5, 6 jaar ineens soort van, nu jongens, splinters hebben. Wij zitten van ja. Maar, too little, too late. Ja, tuurlijk. Maar. Ik bedoel, als ze toch oude shit gaan tonen, zoals Skull and Bones, Beyond Good and Evil. Ja. Die shit is ook nog steeds in de ontwikkeling. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook een paar jaar geleden, of misschien was het zelfs al vorig jaar, weet ik niet eens meer, maar die Assassin's Creed wordt een hele soort van universe platform-achtig staf, waarin je soort van in een hubje kunt lopen naar anderen. Daar gaan we natuurlijk meer van zien, weet je. Van niet alleen van Mirage. Ja, maar ik ben echt heel benieuwd hoe ze Assassin's Creed nog veel meer gaan uit kunnen melken. Ja, precies. Oké, maar dat is laatste zo. Ja, die al verschrompelde fucking tepel. Die eier. Maar als ze een beetje naar EA hebben gekeken, dan zou inderdaad met een line-up komen, met dus een Beyond Good and Evil 2, met een nieuwe Rayman, en met dat die Pandora shit goed blijkt. Dan blijkt dat ineens, het kan heel cool zijn. En sterker nog, weet ik wel, Division Resurgence, is dat ook een mobile game? Ja, volgens mij wel. Ja, nee, de Crew Motorfest, whatever. X-Defiant, was eigenlijk viel ons alleszins mee. Weet maar je? Ja, maar dat gaat niet Call of Duty van het troon stoppen. Nee. Nee, oké, dat zeker niet. Maar je hebt gelijk, inderdaad. Als er een paar gewoon vet zijn, dan hebben ze alsnog een toffe lijst. Maar ze hebben ook gewoon hele vette IP's om vette dingen mee te doen. Dat is zo stom. Ze hebben vette IP's, ze hebben getalenteerde studio's. En het enige wat ze niet hebben, zijn goede spreadsheet managers. Ja, omdat ze laten de spreadsheet managers. Ze hebben de verkeerde visie. Hun visie is letterlijk alleen maar groter, meer. En je kan 500 uur kwijt in de nieuwe Far Cry 7. Ja, dat is bijna meer een marketing. Leus. Het is een game development. Ja, oké, het is een game filosofie. En voor de rest is namelijk de andere filosofie van, oké, deze game moet 1,63% meer opbrengen dan dat het kost. Ik zweer het je, ChatGPT gaat Ubisoft redden, want die gaat nog interessantere shit bedenken dan de standaard bread and butter quest die ze in elke fucking van door de spreadsheet managers. Ja, nee, dat is inderdaad echt waar, ja. Dat is grappig. Is dit een beetje een make-or-break event voor Ubisoft? 2022 liet immers erg weinig games zien. Ja, ze hebben een game-luwe periode. Ze zitten in een transitie, ja. Ja? Er was toch een reorganisatie. Dat was al 4 jaar geleden. Van, we moeten niet de Ford-fabriekstijl hebben van games maken. Dat is precies wat je doet. Kwam daaruit rollen. Mirage, weet je wel. We gaan dingen anders doen, maar het is gewoon... Ja. Nou ja, het is gewoon terug. Dat je zei laatst inderdaad heel terecht. Het is leuk. Het is weer ouderwets. Ik zeg, ja, precies. Ja. Luister even wat je zegt. Ja. Je noemt iets ouderwets. Het is niet per se een heel lijp iets in videogaming. Maar dat's, we weten het niet meer. Nee. Nee, we doen wel Assassin's Creed 2 nog een keer met mooie graphics. Nee, maar het kan geen kwaad om even terug naar de basis te gaan en dan weer opnieuw. Jawel, omdat die basis is 20 jaar oud. En dat is bullshit. Je gaat niet 20 jaar later in iets innovatiefs of weet je, moderns als videogaming. Een kleinere game met een compacter verhaal. Maar je moet wel iets nieuws in 2023 of 2024 toevoegen. Wil dat relevant blijven? Ubi forward! Het is gewoon dezelfde shit, alleen nu 20 uur in plaats van 60.
Ja. En kleiner. Dat, omdat ja, maar dat is die extra 40 uur is exact nou, hetzelfde. Extra 240 uur. Ja. Maar dus inderdaad, ze maken een game die 240 uur korter is. En een kleiner gebied heeft. Maar het gaat echt inderdaad niet. En je niet meer overal rond kan lopen en wat dan ook. Nee, je kan alleen maar weer klimmen, tussen de mensen lopen. En af en toe een mens juken. Fucking saai. 20 jaar na dato. Dus dit wordt echt 20 jaar geleden. Vond ik het heel leuk. Dat is geen 20 Dat was hartstikke. Nou, ik denk het wel. 12 jaar. Nee, ik denk echt dat het 20 jaar geleden is. Ik ben oud, 14, 5. Nee, dat is 20 jaar geleden. Ik denk echt dat het ongeveer 20 jaar geleden is. Assassin's Creed? Want mijn broertje kwam met de Assassin's Creed thuis. Misschien 2008 of zo. Nee, nog ik was echt geen 12. Nou ja, ik denk echt dat het zoiets is. Dat het 2008 is of zo dat die game uitkwam. Dat denk ik ook wel hoor. Want mijn broertje kwam ermee thuis. En ja, misschien ietsje eerder zelfs. Niet meer bij mijn ouders. Want volgens mij ben ik, toen ik bij Gamekings kwam werken in 2007. Nee? Toen ging het al over Brotherhood en shit volgens mij. Die is denk ik nog eerder hoor. Ik denk dat het inderdaad pre-2008 de eerste was. Ja. Ja, 2007. Ja, dat bedoel ik. Dat is insane. Wat? Joey's oog. Ik zag hem even twitchen. Anyways. Dit waren wel alle grote shows. Misschien dat er nog wat andere dingen worden langskomen die we al dan niet kofferen. Want zoals we wel hebben gezegd en laten weten in onze promos, wat dan ook, we kofferen de voor ons relevante dingen. Maar we noemen het nog steeds Total Coverage. We noemen het wel Total Coverage. Total Coverage. Maar als wij het niet relevant vinden, is het niet relevant. Dan wil je naar iets kijken wat gewoon niet relevant is. Wat een sukkel ben je dan? Er staat ook wel de Total Coverage van alles wat wij interessant vinden. Dat staat er echt letterlijk onder. Dus dat is de GameKings way. Dat is weer je nuance, je disclaimer. Dus ja, ik heb weer ik heb zelfs een disclaimer in marketing copy gezet. Dus ja. Fucking live in promo. We worden te soft. Ja, maar echt. Van al deze shows, laten we Sony dan even buiten beschouwing laten, want die is al geweest. Waar kijken jullie het meest naar uit? Ubisoft. Ja? Nee. Nee, de Summer Game Fest. Huh. Xbox. Ja, ik ook Xbox. Ja. Ja, want dit gaat. Ik heb geen Xbox. Ik moet wel zeggen, ja, aan de andere kant, ik kan me wel. Summer Games Fest voelt wel als een platform van heel veel platformers. Ja, is het ook. Dus dat daarom denk zo, ik. Oh, zo, voor platformer. Ja, ja een platformer game show. Ik bedoel, is een platform van meer. Van ik denk dat je nog de publishers. Maar gewoon ook het idee van dat weer echt een beetje. Ik heb zin in dat show-element. Ja. Xbox, ik weet dus al dat het toch eindigt met 40 minuten Starfield, waar ik niet op zit te wachten, waar ik dan wel doorheen moet kijken. Dus, ja. Nee, dan kan je gewoon bij de bar, bij Blast Galaxy, kan je gewoon een kip vreten of cocktail. Oh ja, ben ik daar? Ja, dan kan ik zelf kiezen natuurlijk of ik daar ben. Ik denk dat ik daar wel even ben. Dan kan ik even buiten gaan staan of maar jullie zijn hier, toch? Nee, ik ben daar. Ik ben hier. Hij is hier. Ja. Daan is daar. Shelly is daar. Ja, Boris is daar. Boris is daar. En dan zit ik hier denk ik met... volgens mij was Skate ook daar. Of die kon juist niet. Ik weet niet, maar ik zit hier met JJ en denk ik. En nog een Young Gun, denk ik. Hm. Maar dus je kan beter naar Blast komen. Ja. Precies. Dit was de vooruitblik naar de komende weken. De presentaties van een gedeelte van de Youngbloods. Nou ja, ik hoop dat we gelijk hebben. En meer gelijk dan de Old Guns. Die echt gewoon alleen maar met ons zijn gaan komen. Let maar op.